Wow, big oefs. We hopen dat die bij jou is. Yeah. Hell yeah. Sick. Yeah. Mag ik het openmaken? Je mag hem openmaken, daarom is het een cadeautje. Nee, what the fuck? Okay. Waarom gooi je het weg? Het is jouw cadeau. Oh. Waarom ben je zo goed in inpakken? Dat is sick, hè? Ik heb het heel erg mijn best gedaan. Legit, dit is echt moeilijker dan gewoon cadeaupapier. Dit is een aansteker. Yay! Kijk, ik heb een leukere kat voor je gekocht. Mocht je ooit weer wat in de fik willen steken, dan tadaa, kan je het herstel doen. Oh, gaat het niet uit. Dit is Cleo. I like to play with balls of yarn with all my friends that live on the farm. Ik heb dit al echt twee van dit soort aansteken. Betere Millie. Cleo is mijn nieuwe Millie. Ja. Alsjeblieft. Yeah. Oké, nou, mag ik mijn hand terug? Wij gaan reageren op oude tweets van ons. Oude tweets van jou en van mij. Maar we weten niet van wie deze tweets zijn. Dus... haha, leuke video. Kutsneeuw. Wat moet ik zeggen? Zou het kunnen tweeten als ik een auto heb? Dan is het best wel kut. Maar, maar daarvoor vond ik sneeuw best wel oké. Dus ik denk dat jij het was. Ja, maar ik vind sneeuw vind ik ook wel oké. Alleen ik vind heel snel dingen kut. Ja. Het zou best goed kunnen inderdaad. Daarom ja. Jij bent wel van de kut zeggen. Ja, oké. Dan gaan we voor mij. Ja, ik ga voor Pascal. Oké. Pascal. Wauw, ik ben het! Yay! Yay! Dat is wel cheesy. Way back, holy fuck, yeah. Nou, gelukkig nieuwjaar, dan maar, hè. Ik zeg je eerlijk, ik vind het een tweet voor jou, maar ik vind het ook een tweet voor mij op te plaatsen. Ja, weet je wat het is? Ik denk dat ik, als het vroeger is, dan weet ik niet zeker, maar ik zou altijd wel een tweet beginnen met een hoofdletter. Why? Ik bedoel, dit is vroeger, hè? Ja, daarom. Maar ik denk dat ik vroeger alsnog met een hoofdletter zou beginnen. Ik denk dat mijn tweet is. Zou jij zo'n apostrof boven de E doen? Ik denk het niet. Ik denk dat het too much work for me is. Waarom de fuck zou ik dat doen? Ik zou dat denk ik wel doen. Ja? Ben je echt zo netjes? Ja. Ja? Nou, we gaan het zien. Denk ik. Oh, hij is van mij! Ja, waaruit kwam dit? 2012! Holy shit, toen was je net geboren! Wow, dat was ik echt net min 3 jaar! Oh mijn god! Als ik nu kaas had, dan heb ik nu kaas in mijn hand. Dat ben jij sowieso. Dat is ook dat kan niet anders. Hey, dit is van mij! Wanneer wordt het een uitdaging, Pascal? Schatje, ik zal altijd van je blijven houden. En altijd aan je blijven denken. Je bent en blijft mijn hashtag nummer 1, hartje. Oh, dus zo is het van jou. Nee, grapje, dat is van mij. Voor mij, het begint met schatje, bro. Ik zie mijzelf niet meer met het schatje beginnen, hoor. Ik zie ook een hartje, dus dan ben ik sowieso. Het is van, jou, yay! Hey. Waar is dit? 2012. Nou, maar in 2012, toen had ik nog helemaal geen relatie, toch of wel? Nee, maar ik heb het gewoon blijkbaar gewoon publiekelijk getweet, gewoon. Naar niemand. Schatje, wauw. Ja, ieder zo zijn ding, right? I mean... yeah. Heel raar. Ik vind het wel jammer dat sommigen met een Z mensen trolls te serieus nemen en meteen pissed zijn. Dan ben jij sowieso, want ik zou sommigen nooit met een fucking Z schrijven. Dus dan ben ik het meteen? Ja! Hoezo ben ik het dan meteen? Dat is ook stad. Ja, maar bro, alsof jij zo'n politiek correct fucking tweets plaatst. Ik zou nooit sommigen met een fucking Z schrijven. Oh, shit. Nee, jij bent dit! Oh shit! Oh! Helemaal mijn probleem dat ik niet kan typen. Holy fuck, bro, dit is gewoon jouw. Wanneer is dit? 2012! Jones in 2012! Bro, what the fuck? Ik zie ineens al mijn oude tweets. O.O. Hashtag hoeren, mobiel en tweetdeck. Ik zou never nooit met fucking tweetdeck tweeten. Heb je geen tweetdeck? Jawel. Maar ik doe echt alleen tweetdeck gebruiken als ik iets echt in wil plannen qua tweets. En dan gebruik ik gewoon weer de normale. Echt? Ja. What the fuck? Ik gebruik echt alleen maar tweetdeck omdat het veel 10.000 keer chiller is. Omdat... dan is het sowieso jouw tweet. Ja. Ik gebruik tweetdeck. What the fuck? En dit is mijn tweet, 2012. Oh mijn god. Ja, ik gebruik echt alleen maar om dingetjes in te plannen. Echt? Ja. What the fuck? Waarom niet normaal? Ik bedoel, het is fucking chill. Het is veel chiller dan gewoon twitter.com en dan... ja, maar twitter.com is hetzelfde als op die mobiel en dan is alles hetzelfde. Dan denk ik, oh, yes. Hetzelfde. Autisme. Is niet erg, ik heb het ook. Hey, Boksman. Nice. Oh, wacht. Hold on. Voordat we namelijk verder gaan, heb ik een mededeling. Deze video wordt namelijk gesponsord door NordVPN. Thank you very much. Applaus in de chat. Thanks. Woo.
Mocht je dan namelijk niet weten wat NordVPN is, dan ga ik je dat even kort snel uitleggen. NordVPN zorgt er namelijk voor dat alles wat je doet op het internet privé blijft. Ik zelf gebruik het namelijk ook al best wel lang en ik ben best wel blij dat hun mij hebben benaderd van hey yo, wanna collab? Just hell to the yeah! Want zoals sommigen van jullie weten heb ik 3 jaar lang fulltime gelivestreamd. En daarbij had je nog wel eens het probleem dat je gedeedeld kan worden, omdat mensen achter je IP kwamen en achter je data en je konden hacken en al dat soort dingen. Maar sinds ik die VPN dus heb gebruikt, kan ik mijn IP-adres laten veranderen, waardoor al mijn data beveiligd wordt en de hacker en de DDoS'er dus niet meer mijn echte IP en mijn echte gegevens kan achterhalen. Waardoor ik dus lekker kon livestreamen zonder dat ik werd lastiggevallen. Plus daarnaast is het ook super handig om series te kijken die bijvoorbeeld niet in Nederland beschikbaar zijn, maar wel in Amerika, want je kan bijvoorbeeld instellen van hey yo, ik wil nu in Amerika zijn, boom! En dan kan je dus wel alle films en series die alleen toegestaan zijn in Amerika, die kan je dan bijvoorbeeld wel zien. Maar zonder de VPN kan je dat dus bijvoorbeeld niet. Dus omdat ik het programma zelf ook gebruik, heb ik voor jullie speciaal een 75% korting gefixt op je aankoop. Holy shit, is dat niet amazing? Wauw! Wat je daarvoor moet doen is ga naar nordvpn.com/pascal en gebruik de code PASCAL voor 75% korting op je aankoop. Linkje daarvan zal ook in de beschrijving staan. Dus dat was de sponsor voor vandaag. We gaan terug naar de video weer. Woo! Yeah! Oude tweet, zin in, woohoo! Ik heb een cadeautje! Een matje. Oh mijn god! Oh mijn god! Oh mijn god! Dat is de verkeerde kant, Chris. Je doet echt als shows en verkeerd om! Hij doet het niet wel schaal. Dat... Ja! Ik heb ook astma. Zit je nou leren zo? Ja. Thanks voor je cadeautje, Sinterklaas. Je weet dat je te veel gedronken hebt als je meer kater hebt dan een gemiddelde dierenasiel. Ik heb het gevoel dat het van jou is. Ik heb het gevoel dat die van jou is. Hoezo van mij? Nou, wacht even. We waren al achter dat ik XD schreef met een kleine. Ja. Maar ik weet wel dat ik vroeger in de vroegere tijden, toen was ik wel altijd bezopen en uitgaan en dat soort shit. Ja, ik dus niet. Jij niet? Ik dacht jij wel. Nou ja, minder. Ik heb het wel gedaan hoor, maar ik heb niet zoveel. Ik heb eigenlijk nooit altijd een kater gehad of zo. Nee. En dit is wel echt een kutgrap. Ik weet niet of ik die zou maken. Oh, hey! Ik heb een kater, jongens. Meer dan in een dierasiel. Mama wil een spel. 10 minuten later heeft mijn ma of mijn moeder hem al gekocht. The fuck? Mama houdt van me. Yeah. Zo is mijn moeder. Dat is 100% jouw moeder. Mijn moeder zal nooit games voor me kopen. Ouwe, ik heb ook een keertje, had ik een Game Boy Advance. En toen reden we onder een viaduct. Dus ik kon echt 3 seconden kon ik mijn scherm niet zien. Yeah. En toen zei ik kan mijn scherm niet zien. Toen kreeg ik een Nintendo SP. What the fuck? Ah, dat is wel voor jou! 2013! Doe je voor mij! Ja, nog wel goed! Holy shit! Wow! Yeah! Hell yeah! Sex! Yeah! Wat? Vrij! Yeah! Ik heb honger! Die is van mij. Ja, ik was vroeger ook zo! Ja, maar niet de quotejes! De quotejes was ik niet. Waarom staan daar quotejes? Van vrij? Je quote jezelf hebben van ik heb godverdomme honger. En dan quotejes van ik heb honger. Maar wat is de vrij yeah dan? Ik bedoel, dat is heel raar. Gewoon ja, van yeah, ik ben vrij, yeah. En dan ik zei ik heb godverdomme honger. Het zou kunnen. Het is wel een beetje onjuist gebruik van quotejes. Maar ik denk dat ik het ben. Want ik ben er niet zo goed in. Jij bent niet zo goed met quoten. Wow! Ik was het! Oh shit! Oké, heb je honger? Ik heb best wel honger, ja. Ja, je hebt net gegeten. Ja, fuck. Ja, maar ik heb nog steeds honger. Oké, sorry. Dus, eet zo nog een keer. Nee! Replacement Millie. Ik fix die shit, bitches! Uitroepteken. Ik vind dat iets voor jou, maar ook voor mij. Of zo. Ik vind het denk ik meer iets voor mij, denk ik. Weet je wat het is? Super. Ik zie wel een hoofdletter. Dat is wel waar. Ik dus begon niet met een hoofdletter. Het zou best wel kunnen dat ik dat doe. Maar what the fuck fix jij? Die shit. I mean, bitches fix je niet. Die shit. Maar shit wel. Ja, ik fix die shit voor de bitches. Ik zie mezelf wel tweeten, omdat ik zeg maar vroeger heel erg designde en alle shit en shit fixte voor mensen en zo, weet je wel. Oké, laten we ophouden wat mijn tweet is. Ik denk mijne. Denk je wel jou? Ja, ik denk de mijne. Oké, ik denk mijne. Kaboom! Oké. Ik ken mezelf zo ontzettend goed.
Soms lopen meisjes er gewoon bij alsof ze verkracht willen worden, lol. Wow! Big oeps! Ik wil hopen dat die van jou is. Gewoon voor mezelf. Ik mag hopen dat die van jou is. Hoe diep is dat te gaan graven? What the fuck is dit? I'm safe. Bedrijven sponsor me. Ik heb dit niet getweet. Het was Pascal. Dit komt in 2013, oké? Okay? Ik was toen een tiener. Ik wist toen niet wat ik zei, oké? Okay? Alsof ze verkracht willen worden. Pascal. Ik wist niet. Ik was toen fucking, wat was het? 14, 15 of zo, oké? Okay? I didn't know. Als je dit nou zou tweeten. Deze gast voor mijn stingende katten zei ik. Hashtag BAXD. Ik. Ja? Ja. Ken je deze situatie nog met vroeger? Nee, maar ik zeg XD. Ja, ik zei ook XD. Maar met volledige caps? Nee, ik deed volgens mij de kleine X en de grote. Nee, ik deed het volledige caps met allebei. Ik vond de grote en de grote, vond ik gewoon, ik weet niet, het is gewoon niet mijn ding. Kattenzeik. Ik weet niet hoe iemand ruikt naar kattenzeik. Ik ben ook kunnen jij bent hoor, als je de situatie kan herdenken. Tja, wauw. 2013, jij bent het inderdaad. Toen was er iemand die gewoon naar kattenzeik stinkte. Ja. Stank. Stonk. Stank. Stink. Wauw, dit waren gewoon alle tweets. Oh mijn god, Link, heel erg bedankt voor het meedoen aan deze video. Joost, dankjewel. Leuk dat je meedeed. Check Joost's kanaal ook even in de beschrijving. Vond je dit dan? Vond je dit dan leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie bij de volgende video hopelijk weer. Abonneer ook even op link als je het nog niet hebt gedaan. Maar hey, whatever. Nou, ja, doei.